Yo mensen, welkom bij Brandweer 18. Vandaag gaan we weer noodroep spelen. Zoals jullie kunnen horen, hebben we al een melding. Dan gaan we er volop af. Het gaat om een oude mesje. Als jullie het leuk vinden, doe een blauw duimpje omhoog en laat een reactie onder. Dat zou wel leuk zijn. Nou, daar gaan we. Nou, kom op. Oh, ik ben zo zat, maar ik ga niet rijden. F5, F1. Ik ga gewoon lekker rijden. Nog een paar dagen, nog een dagje. Dat is de auto nieuw. Die gaat het nieuwe jaar erin. Nou, ja, gaat van alles. Nou, kom op. Ah, nu gaan we. Vandaag zien jullie een auto staan. Onze nieuwe Shift, de interventievoertuig. Dat is de kleine, de enige DLC die er is van dit spel. Ik vind het wel jammer. En ik hoop dat we daar een melding voor hebben. En dan gaan we daar weer mee crossen. Nou, zoals jullie horen, horen jullie de pieper al. Nou, die is er. Nou, dan stappen we uit. Hoeven we niet veel te doen. Nou, we blijven vandaag denk ik gewoon op de ladder. En als er geen melding is voor de ladder, dan gaan we gewoon op de tank, op de tankauto's buiten of hier op de waterwagen of op de Shift. Maar ik denk dat het meevalt, er zijn geen slangen uit. Een oude mesje. Gaat er een met de koeven. Zo, met z'n tweeën. Dat zie ik anders nooit. Meestal gaat er altijd eentje naar binnen, maar ik zie nou twee man met de koevoet en ademlucht naar binnen. Ah, kijk, we kunnen weer instappen. Iedereen die rent naar zijn auto toe. Hap, instappen. En dan ben ik altijd de broerste. Dat ze altijd moeten wachten en wachten en wachten. Dus F5, F2. Dit doe ik anders nooit. Zo, politiewagen is weg. Met de lampjes nu aan. Kijk, daar hebben jullie de kleine auto staan. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Zo meteen naar kijken. Eerst even hier die roldeurtjes open doen. Dat is helemaal. Dat vind ik vrij makkelijk om naar binnen toe te rijden als je zeg maar aan de achterkant van de kazerne bent. En helemaal moet omrijden om weer binnen te komen. Alleen toen zag ik bij een ander filmpje dat je daar waar mijn puntje zit, waar mijn markertje staat, dat je daar of daarachter. Kon je gewoon ook naar binnen rijden. Schenden was geen probleem. Even kijken. Wij gaan naar. Oh, dat kunnen we nog niet. Maar we gaan naar dit voertuig hier gaan we dadelijk. Heel klein oud Volkswagen busje. Drie pitjes erop. Nou, een hele lading. We hebben hout. Dus een schroef van bleek, een ton. Even kijken,
kijken wij weer. Brandblussen, pionnen, kettingzaag. Waterpomp, helm, pionnen. Hoi. Wat de f... Nee, ik laat het open. Waar komt die dan vandaan? Ik laat lekker zijn deur openstaan. Hoe lang duren die anderen nog? Ah, daar komen ze pas aan. Nou, hier. Komt hij weer. Hup, deurtje dicht. Ja, deur is een dicht. Je kunt weer gaan. Nou, ik heb wel... Ik ga heel ver aan nagerepareerd. Maar ja, dat maakt niet uit. Nou, dan gaan we eens even kijken. We hebben 3 groene lampjes. We hebben de... dat is de eerste auto, dat is die kleine. Red voertuig, dat is hem. Oh. Die is ook binnen, die is ook binnen. Die is ook binnen. Oh, dat is de ambu. Alleen die nog op wachten. Nou, dan gaan we eens eventjes kijken of ze al binnen zijn. Want dat gaat soms af en toe lang duren, zeg. Even kijken. Ah, daar komt hij net aan. Als het over een duel hebben. Miep, 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 miep. Daar komt hem maar. Ik hoor heel weinig van het geluid. Kijken wat we vandaag nog meer allemaal gaan maken. Oh ja, dit autootje. Als ik zeg maar. Oh, nee, nee, nee. Ik denk dat ik hier even wil laten zien. Verder, ja, nog een bezempje. Pionnetjes waren we gebleven. Ja, dat was het eigenlijk van dit autootje. Komt zometeen een rasje weer aangerend. Dat is altijd zo leuk. Even kijken, hoe lang gaan we duren? Nou, ondertussen ga ik even lekker maar met de haakarm wat doen. Wacht op de volgende melding. En er is. Ergens in het spel zou er ook een mogelijkheid zijn dat deze wagen ook meegereden wordt, maar alleen ik weet niet hoe, wat en wanneer. Want dan zou het gaan over deze wagen. Even kijken, is dat die knop? Ja, dan zou het hier over dit dingetje gaan. Olie op het wegdek. Ja, dat. Ja, dat gaan we gewoon wel doen. 8 ton.
Nou, kom. Zitten. Joep, gaan we zitten. En we gaan ervoor. Nou, olie op het wegdek. Heel, ja, heel bekende bij de meesten. Alles valt hier naar beneden, maar dat maakt niet veel uit. Bij doen. Ik wou zeggen, het duurt nog wel een uur, maar we zijn een beetje al bijna aan de andere kant van de map. Zoals jullie zien, de kerk is redelijk. Van ver van de map. Nou, enter, uitstappen. Dingen eraf. Alles is open. Even kijken, wat moet ik pakken? Ah, de zandzak. Zo, even wat zand erop. Dan kan het zand weer terug. Nou, en dan moet ik de pionnen. Dan moet ik deze pionnetje gaan opruimen. En dan kunnen we weer in de auto. Dan gaan we kijken hoe lang het duurt. 14 minuten 40 zijn we vertrokken naar de kazerne toe. Maar daar we weer op de kazerne zijn, dan ben ik zo weer bij jullie. Ben ik bij jullie terug. Zo, zodat jullie kunnen nou kunnen zien, dan zijn we weer terug. Ik zei 14:40 dat we vertrokken. Nou, jullie hadden de tijd niet gezien. Ik keek toevallig ook gewoon mee van hoe mijn opnames zijn. Toen zag ik dat mijn beeldscherm daar nog van te klein was. Maar je kunt het nu zien. Het is ja, zeg 4 uur. Ja, 4 uur en het wel een tijd gekost. Ah, we moeten ook nog even uitstappen. Vandaag doen we een 24 uur dienstje. Dat wou ik nog in het begin gaan vertellen. Alleen ja, meteen krijgen we die melding van de OMS. Maar we gaan weer eventjes verder met de speelgoed. Nou, dan gaan we hier instappen.
En als het goed is, zou ik nou op het goede punt moeten zitten. Een deurtje dicht. En dan moet ik hier gaan zoeken waar die. Oh hier. Kijk, dit is dat kleine autootje. Je kunt heel zien dat het zijn zwarte kleding. Oh. Pompen einsets. Daar zeggen ze vuur. Maar dan moeten we waarschijnlijk water gaan pompen. Dat er een lekkage is. Wacht op mij. Hop. Instappen. En gaan met die banaan. Het is trouwens wel allemaal dezelfde sirene. Alleen ja. Mogen jullie er wel van zeggen waar jullie er eigenlijk van dit dingetje vinden? Dit is de enige DLC die ze tot nu toe hebben, zover ik weet. Ik hoop dat er echt meer dingen komen, dat hoop ik echt. Maar dan gaan we nou eens kijken hoe ver we gaan rijden. Zijn er al. Maar even kijken. Waarschijnlijk moet ik naar binnen toe. Omdat er een lekkage binnen is. Oh, de garage staat blank. Nou, dat wordt een leuk. Ja. Ja. Nou, kom op. Uitstappen. Ding open. Ik koppel altijd met deze het verkeerde stuk vast. Dat zou denk ik nu ook zijn. Zo. Nou, ik moet hem hier in het midden zetten. Door het water. Plop, plop, plop. Waar ga jij heen? Dan moet ik het een goede stukje pakken. En als het goed is, gaat hij niet pompen, omdat ik de slang verkeerd heb liggen. Maar dat ik de slang daar moet liggen. En als het goed is, hij ligt daar toch. Nou, daar ligt. Nou, dan gaan we even omschakelen. Kijken wat, wat hij dan doet. Even kijken, F1. Nou, dan gaat hij hem even goed neerleggen. En dan doet hij het gewoon. Hoe onmogelijk kan het zijn? Nou, dan gaan we even beneden kijken hoe snel het water weggaat. Je kunt het bij de auto zien. Ongeveer. En het water is weg. F2. Zo. Dan rollen we hem ook echt realistisch zo. Nou, koppelen man.
Het gaat niet. Nou, dan moeten we het toch eventjes zo doen. Niet aan elkaar koppelen. Of, oh ja, wel aan elkaar koppelen. Heb ik hier dan iemand? Nou. Hoppa, ding erin. Hoppa, en instappen. Kijk, waar je net zag dat ik hem op de goede manier neerlegde, maar toch, op een van de redenen wilde hij dat zelf niet. Dan heeft hij gewoon een bukje en dan is het gewoon overschakelen naar het poppetje. En dan gaan we weer verder. Dan zie ik jullie zo meteen weer op de kazerne. Zo, dan zijn we alweer vlak bij de kazerne. Naar een, ja, naar een tochtje van een paar minuutjes. De tijd die vliegt wel heel snel. Ja. Gaat goed. Vol gas achteruit. Ja, klaar. Nou, in 8 minuten tijd. Even kijken hoe ver die hem achter. Hallo. Nou, ze zetten hem zelf veel ver achter. Even kijken. Die staat. Oh, serieus? Oké, okay. Dat is nieuw. Dat poppetje blijft ook gewoon staan. Hoppa. Wat? Oké, het wordt allemaal steeds gekker en gekker en gekker. Even kijken als ze. Moeten we even nog de verlichting achter. Is die niet? Is deze. Building fire. Gaan we dat doen? Ik hoop dat ik de goede poppetje heb. Ja.
Let's go. Nou, woningbrand. Verder nog niet bekend wat de brand is. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5 voertuigen. Gaan we. We gaan met de tank uitspuiten, dat is deze waar ik in zit. We gaan met de ladder. Waterwagen. De commandant. En de ambu. Gaan we maar eens kijken hoe lang we erover doen. Oh. Oké, rook. Uitslaand. Nee, niet uitslaand. Vlammen komen er wel uit. Ze zetten hem ook echt gewoon pal voor de deur neer. Nou. Iedereen is er. Nee, nog niet. Bijna. Kom op. Let's go. Kijken waar ligt die baseline. Oh ja. Gaan we ook even voor mij naar binnen. Even kijken. Eerste etage. Het ziet er al donker uit. Nou, het plafond staat ook in de brand.
even kijken wat er gebeurt als ik nou even onswitch. Dit kan eenmaal lang gaan duren. Dus ik ga gewoon de tweede straal erbij pakken. Kunnen we weer inpakken. Dan gaan we even naar de TLF. Moeten we niet hebben. Zo, dan gaan we lekker hierin zitten. Laten we even het werk doen. Maar zoals denk ik nou de meeste kijkers zien, er klopt er iets niet. Alle lampen zijn uit. Oh, de rook is ook weg. En nou gaan we door weer terug naar de kazerne. Ja, het is ondertussen 3:15 s'nachts. En ja. Zo. Het is 3:15 s'nachts. Nou. Dat komt redelijk in de buurt. Nou, dan zijn we hier weer voor een stoplicht. Soms heb je die stoplichten mee, soms heb je ze allemaal tegen. Dan ben ik zeker 1/2 uur bezig om terug te komen op de kazerne. Gelukkig was, ja, gelukkig. Ja,
Gelukkig was hij om de hoek. Dus ja. Nou, het zal geen 24 uur dienst zijn. Als we deze routine hebben gedaan en we zijn weer terug in de hal, dan komt de volgende ploeg al, die komt eraan. Die lost ons af. En dan zit het erop. En als jullie het allemaal leuk vonden, deze 24, ja, minder als 24 uur ploeg. Vind je het leuk? Doe dat blauwe duimpje omhoog. Laat een reactie achter, zou ik ook leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer. Yo, 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 yo.